Dat is beter overigens. Zo leuk als in Amsterdam. Dank jullie vriendelijk. Dat heb ik echt nog nooit mee. Nee, dit staat alles. Groningen, ja. Als we binnenkort naar Groningen gaan, jullie kunnen hier niet overheen. Dankjewel, leuk dat jullie er allemaal zijn. Thuis, je kijkt naar topnames. We hebben hier een stuk of 80 mensen die hier aanwezig zijn. Net zoals jullie kunnen ze vragen stellen tijdens deze uitzending. Ze gebruiken allemaal, als ze verbinding hebben, moet ik er eventjes bij zeggen, de hashtag FMT. Wij nemen alle vragen mee. Zoveel mogelijk voor het geval Roeland ze eigenlijk allemaal ook weer kan lezen met zijn, met zijn 3G. Heel belangrijke avond voor ons, want we zijn super trots bij Fast Moving Targets dat we dit boek mogen uitbrengen. Het is na de deadline van Bart Brouwers. Bart Brouwers is een van de gasten in het eerste blok. En hij gaat ons vertellen hoe de journalistiek voorbij de crisis komt. Nou, dat lijkt mij een heel eenvoudige opdracht voor het komende half uur. En doe dat samen met Petra Terdoest. Er is van Mattermap. We komen zo direct even bij jou terug om eerst te beginnen wat dat is. Want Bart heeft gewoon één hele simpele vraag. Bart, waarom moest dit boek geschreven worden? Oh ja, het is meer een persoonlijke verwondering en een persoonlijke verwachting. Ik denk, die dubbele lading zat erin. Verwondering over de toestand van de journalistiek op dit moment. Eigenlijk twee aspecten daarin. Ene is journalistieke organisaties die het allemaal verschrikkelijk moeilijk hebben. Of het nou broadcasting of print of wat dan ook is. Maar de journalistiek zelf, die echt kansrijker dan ooit is. En dan kom ik meteen op die tweede, de verwachting. De journalistiek staat nu op een punt van eigenlijk hele lange stilstand. En je ziet nou echt het laatste jaar zoveel bewegen. En waar het naartoe gaat, helaas, ik weet het niet precies. Maar dat het mooi wordt, dat weet ik zeker. Oké, dat is mooi. Waarschijnlijk een tegenstelling in wat je zegt. Hè? De journalistiek kansrijk, maar heeft het heel moeilijk. Het zijn twee aparte dingen. Die worden nogal door elkaar gehaald. Journalistieke organisaties is iets anders dan journalistiek zelf. Okay. Journalistiek zelf, daar liggen de kansen. Door technische ontwikkelingen, door maatschappelijke ontwikkelingen, door bereikbaarheid van journalistiek en door de lage instapdrempel bijvoorbeeld. Maar heel veel meer aspecten. Maar alleen al het feit dat wij hier allemaal een mobieltje voor ons hebben liggen, wil zeggen dat wij de kans hebben op dit moment om deel te nemen in het journalistieke proces. Dat is relatief nieuw. Nou goed, dat is allemaal niet schokkend, zeker niet voor de mensen die hier zitten. Maar dat betekent dat wij met dat middel zoveel mooie nieuwe dingen kunnen gaan doen, dat eigenlijk vanzelf gaat komen. Goed, als we het hebben over vernieuwing in de journalistiek, gaan we gelijk even naar jou, Petra. Voor wie jou niet kent, jij hebt in de hoofdredactie van Elsevier gezeten. Ja. Bent nu een slasher, zoals dat geloof ik in het Amerikaans heet. Ja. Maar vooral, je zit hier omdat jij samen met Esther Mattermap hebt opgezet. Vernieuwing in de journalistiek, kun je eens uitleggen wat het is? Ja, nou, misschien is het leuk om het straks heel even te laten zien op jouw scherm, want dan snappen mensen... We hebben dat filmpje van 1 minuut. Dat kunnen we ook doen. Zullen we die gewoon instappen? Als je dat even voor de goede orde, jullie gaan die niet zien, maar kan je thuis straks nakijken. Peter staat er nu even in, schat ik zo in. Maakt niet uit. Ik kan wel heel even iets vast vertellen. Maar met het aantal media explodeert ook het aantal meningen, standpunten en argumenten. Iedereen vindt, tweet en roept wat. Iedereen een mening. Hoe krijg je weer overzicht? Met Mattermap breng je het debat in kaart. Van politieke kwesties tot huistuin- en keukendebatten. Alle argumenten en standpunten in één handig overzicht. In Mattermaps kun je veel informatie kwijt. En ze zijn gemakkelijk te maken. Je haalt eenvoudig citaten van websites binnen. En bronvermelding en de link komen automatisch mee. Mattermap zijn eenvoudig te embedden en makkelijk deelbaar. Met Mattermap maak je kwesties weer overzichtelijk. Voor jezelf en voor je lezers. Vraag een account aan of bekijk een Mattermap op mattermap.nl.
Nou, dat is duidelijk, denk ik. Maakt het debat inzichtelijk. Ja. Kun je dat eens nader toelichten? Wat doen jullie dan? Ja, Esther van Rijswijk, die je hier hoorde, en ik komen allebei uit de journalistiek. En we kenden elkaar en spraken met elkaar en zeiden van, goh, waar we toch allemaal mee zitten, en ik denk jullie ook, is er steeds meer informatie en dan krijg je die informatie overload en krijg je ook die tegenstelling dat je, hoewel je meer informatie hebt, eigenlijk soms steeds minder weet of steeds minder grip hebt op kwesties. En nou, wij vonden dat een interessant gegeven, zijn aan de slag gegaan, zijn eens gaan kijken van wat kun je daar nou mee, wat kan de journalistiek misschien iets doen? Eigenlijk een hele lange stilstand en je ziet nou eigenlijk het laatste jaar. Dit is Bart Brouwers. Bart spat het gesprek tot nu toe samen. Ik weet niet waar hij vandaan komt. Maar dat maakt op zich niet zo heel erg veel uit. Ik had vast gelijk. Jij krijgt altijd voorrang. Ik vind het een mooi voorbeeld van informatieoverload. Omdat ik het zei. Wat jij zegt is allemaal heel verstandig. Maar het idee was dus inderdaad, wat kun je nou doen om kwesties inzichtelijk te maken, je publiek te helpen? Kan de journalistiek misschien nieuwe vormen vinden om dat te doen? Want we hebben allemaal verhalen en die kunnen we allemaal helemaal lezen. Maar misschien zijn we ook wel een beetje toe aan nieuwe dingen, zoals een wat visuelere weergave van een debat. En daar zijn we mee aan de slag gegaan en uiteindelijk zijn we uitgekomen op deze tool. We hebben subsidie gekregen van het Stimuleringsfonds van de Pers. En we hebben een hele beta-fase, maken we nu door. We lopen een beetje tegen het eind aan. En we hebben nu een werkende tool, daar zijn we vreselijk trots op. En hij wordt ook gebruikt. Ik zie hem regelmatig terugkomen. Ja, hij wordt gebruikt en we hebben echt heel veel dingen uitgeprobeerd dit jaar. Ook zelf hoor, zijn we daarmee aan de slag gegaan en met redacties hebben we dingen gedaan. Bart was ontzettend leuk, bij dichtbij hebben ze er een aantal keren mee gewerkt. We hebben heel veel feedback verzameld, hè, die in zo'n testperiode is ontzettend belangrijk om erachter te komen van wat doen mensen nou. Want je kunt wel iets heel moois verzinnen, maar je moet natuurlijk ook kijken van werken mensen ermee, wat vinden ze ervan, waar lopen ze tegenaan. En dat is echt een heel spannend en leuk proces. En dat levert toch wel genoeg op, vinden wij inmiddels, om een beetje aan de toekomst te gaan denken. Hey Bart, nog eventjes voor de goede orde, inderdaad, dichtbij werd genoemd. Mensen zouden jou ook kunnen kennen van Spits, is een van de periodes daarvoor. En ja. Je hebt nog een veel langere geschiedenis natuurlijk in de journalistiek. Ja. Des te opmerkelijker is het, veel mensen hebben dat puntje eruit gehaald in jouw boek. Dat een van de dingen die je in je boek zegt is, overheid, het is een taak van jullie om je met de journalistiek bezig te houden, te bemoeien. Ja. Juist met jouw achtergrond is dat een heel opmerkelijk standpunt. Ja, misschien. Ik heb geprobeerd om het toe te lichten niet vanuit het perspectief van de journalistiek zelf. In ieder geval niet vanuit het perspectief van de journalistieke organisaties. Want die moeten zich vooral zelf zien te redden. Moeten zelf hun activiteiten zodanig plooien dat ze het hoofd boven water kunnen houden. Dat is niet gegarandeerd. In een ander hoofdstuk heb ik ook over de toekomst van de huidige uitgeefbedrijven. Ja, waar nou, je eigenlijk bijna over de volle breedte negatief over moet zijn. Maar die overheid, denk ik dat die een rol. Een overheid vindt zichzelf verantwoordelijk voor dat er stromend water is, dat er goede rechtspraak is, dat er goed onderwijs is. En ik denk dat een overheid zich ook verantwoordelijk zou moeten voelen voor een goede informatievoorziening ten dienste van een democratisch proces. Nou, dat is allemaal heel hoogdravend, maar de journalistiek is bij uitstek geschikt om te informeren, om feiten boven tafel te krijgen, boven water te krijgen, die anders verborgen zouden blijven. En daarmee help je het democratisch proces. En in die zin help je daarmee een overheid. Waar geloof jij dan meer in? In het steunen van organisaties of in het steunen van verhalen of in het steunen van initiatieven zoals MetaMap? Ja, nou, dat kan met initiatieven. In het boek noem ik zeven eigenlijk richtingen die je op zou kunnen gaan. Die zijn allemaal nogal verschillend van aard, maar allemaal zijn ze bedoeld om journalistieke activiteiten te steunen of journalisten die bezig zijn met journalistieke activiteiten te ondersteunen. Dus niet de organisatie zelf die daarachter zit. Dus niet, zeker niet bedoeld om als organisatie vervolgens achterover te kunnen leunen. Ik heb mijn subsidie binnen en kan weer een jaartje ertegen, want dat zou alleen maar luiheid opleveren en daar is niemand mee gebaat. Kijk, wat je nu ziet, en voor een deel is dat gevolg van het falen van journalistieke organisaties. Wat je ziet is dat er weliswaar een overload aan informatie is. Dat je overal maar informatie kunt krijgen. Maar als het gaat om betrouwbare informatie, bijvoorbeeld op lokaal niveau, dat er toch bijna overal het nodige ontbreekt. Ja. Het ontbreekt er
ja, vanwege de afwezigheid van een goed georganiseerde journalistiek op nou, bijvoorbeeld lokaal niveau. Maar je ziet het ook in sommige niches. Het schijnt vrij dramatisch te zijn op lokaal niveau. Dat ja, het gemeenteraden zijn die zelf journalisten in hun... Klopt, ja. Nou, en een van de opties die ik noem is op gemeentelijk niveau. Ja, als je nou eens ophoudt met zoveel geld te steken in eigen journalisten, zeg maar, een soort van gemeentejournalisten, maar ook een deel van het voorleggingsapparaat probeert weg te saneren op een vriendelijke manier, dan zou je dat geld, en de gedachte is, nou, stel je dat je een regel afspreekt dat je bijvoorbeeld per 25.000 inwoners één journalist zou moeten aanstellen. En die journalist zou dan onafhankelijk moeten kunnen opereren. En zijn output, en in een gemeente van 200.000 inwoners heb je dan een stuk of 8 journalisten, en hun output moet ter beschikking kunnen komen van alle media die daar gebruik van willen maken. Dus de bestaande, maar ook nieuwe, of welk platform dan ook. Dat is te doen. Je kunt dat zo vormen dat het een onafhankelijk geheel blijft. Sponsoring door de overheid is natuurlijk nu ook al aan de orde her en der. Dus dat is één van de manieren om dat te regelen. Maar de kern is hoe dan ook in de richting van de journalistieke activiteit, namelijk de informatiebehoeften van een in een democratie levend publiek te bevredigen. Ik wou net aan Petra vragen, vind jij dit een oplossing? Heel het niet. Nou, ik heb Bart's stuk ook gelezen op de nieuwe report. Ja, wil je hem niet laf noemen? Ik kom daar zo op terug. Ja. Stuk op de nieuwe reporter las ik en daarvan dacht ik, nou, ik kan daar eigenlijk heel weinig tegen inbrengen. Ik ben met je eens dat het een basisvoorziening is om goede journalistiek te hebben. En juist op lokaal en regionaal niveau. Want daar leven mensen, daar vinden ze van alles, van allerlei kwesties. Ik vind het echt een drama als daar... als die berichtgeving slecht is en mensen gewoon niet goed geïnformeerd zijn. Ik heb wel zitten denken, als je zegt dat het een overheidstaak is, en ik ben het ook met je eens dat je meer moet gaan kijken in termen van journalistieke activiteit in plaats van organisaties, want het in stand houden van organisatie omzonds, daar geloof ik ook niet in, hoe pijnlijk dat soms ook mag zijn. Alleen ik dacht wel van, ja, was ook wel, denk van, hoe ga je dat dan invullen inderdaad? Hoe ga je benoemen welke activiteiten dat zijn en welke randvoorwaarden zijn er dan? Maar, ja. Kijk, Mattermap was er niet geweest als wij niet een subsidie hadden gehad. Er is geen investeerdersklimaat in Nederland of iets dergelijks. En hoeveel geld heb je nodig om zo'n tool te ontwikkelen? Zo? Wij hebben 130.000 gekregen. We hebben daar zelf 130.000 tegenaan moeten zetten. Dus het is 50-50. Je moet waar kwam dat geld dan vandaan? Uren. We hebben heel veel uren gemaakt. Mm-hmm. We hebben gewoon, en dat mag. Je mag het matchen met uren. En we hebben echt jarenlang daar heel veel tijd in gestoken. Maar je bent gauw gewoon een tonnetje of twee, drie verder voordat je echt een goed werkende tool hebt. Dat kost gewoon geld. Interactiedesign, bouwen, servers. Er komt heel veel bekijken. En je weet een belangrijke vraag in deze blijft natuurlijk altijd. Is dit een onderwerp wat journalisten heel erg belangrijk vinden? Het wordt natuurlijk pas echt belangrijk als we dat met z'n allen heel belangrijk vinden. Dit is een onderwerp waar journalisten met elkaar over praten, ja, zoals we nu doen. Ja. Als het echt een breed gedragen onderwerp was, komt het verder dan journalisten onderling dit? Nou ja, goed, ik denk ook... misschien moet je het vergelijken met onderwijs. Ik noemde net ook die vergelijking niet voor niks. Er zijn volgens mij weinig kinderen die om onderwijs vragen. Toch vinden wij het als maatschappij belangrijk dat onze kinderen opgevoed worden. Je zou als overheid kunnen bedenken dat er iets is vanuit een maatschappelijke verantwoordelijkheid dat je wilt regelen. Ik geloof niet dat er sowieso ook in een democratie, je ziet in alle democratische landen zie je dat kwaliteitspers nooit de enorme gigantische aantallen haalt. En toch vinden we dat die een rol heeft in dat spel. Als we dat dan vinden, dan zou je ook die stap verder kunnen zetten. Dat is eigenlijk de gedachte. Maar ik ben het met je eens, er is geen volksopstand om ervoor te zorgen dat de journalistiek... Veel van jouw collega's zullen zeggen, ja, gesponsorde journalistiek door de overheid, de onafhankelijkheid dan. Ja. Hoe werkt dat dan? Je moet de overheid en... hoort kritisch kunnen benaderen en zijn daar dan dus tegen. Er is heel veel weerstand tegen het idee in de beroepsgroep. En dat is ook logisch, want het kan ook gruwelijk misgaan. Je ziet het ook in sommige landen waar de overheid echt de journalistiek controleert, dat het geen journalistiek meer mag heten. Tenminste niet in ons ogen.
Maar je kunt dingen organiseren. En afhankelijkheid, we hebben natuurlijk honderden afhankelijkheden. Een krant is ook afhankelijk van adverteerders. Een journalist is afhankelijk van de keuze van zijn hoofdredacteur of een keuze van een uitgever. Afhankelijkheden zijn er op vele niveaus. Sommige probeer je in te kapselen door bijvoorbeeld een redactiestatuut op te stellen. Anderen probeer je op andere manieren te regelen, maar je bent er altijd zelf bij. Je bent zo onafhankelijk als je zelf wilt zijn. Dus ik denk ook dat de voorwaarde voor zo'n proces is dat je bijvoorbeeld journalistieke organisaties die nu vrijwel allemaal zijn ingedeeld in een redactionele en een commerciële poot, dat je die gaat ombouwen naar organisaties waar redactie en commercie weliswaar nog steeds een rol spelen, maar niet als twee tegenover elkaar staande organen, maar samenwerkend, wederom met die onafhankelijkheid nog hoog in het vaandel, maar gekoppeld aan interactie en innovatie. Ik denk dat die twee aspecten. Maar wat zeg je nou eigenlijk? Dat de commissie zich mag gaan bemoeien met de redactie? Nee, zeg ik niet. Ik zeg alleen dat de afstand die nu. Kijk, als jij een nieuw bedrijf begint. Als je een nieuw journalistiek bedrijf wil beginnen. Hoe zie je dat dan voor je? Nou, de logica van het slagen van een journalistiek proces wordt hoger naarmate je invloed hebt, naarmate je mee kunt denken, naarmate je mee kunt ouwe hoeren bijna over commerciële kansen. Ik denk dat heel veel commerciële kansen, ik noem er ook in het boek, dus één hoofdstuk is helemaal gewijd aan verdienmodellen. Ik geloof dat ruim 30 probeer ik er te onderscheiden. En heel veel daarvan zouden uit journalistieke processen, journalistieke activiteiten kunnen ontstaan. Maar daar slaag je alleen maar in als je de lijntjes tussen journalistiek en commercie, maar ook tussen journalistiek en innovatie, en zeker tussen journalistiek en interactie, dus met je publiek, zo kort hebt dat een logica krijgt. Nu is die logica er niet, omdat het die gescheiden werelden zijn. En dat maakt het heel moeilijk om die stap te zetten nieuwe leuke dingen. Ben je het daarmee eens, Peter? Ja, en ik moet ook denken aan die ondernemende journalisten, waar verschillende mensen natuurlijk al over hebben gehad. En jij zegt volgens mij in je boek ook van alles over. Die vaak denk je dan aan een freelancer die moet proberen zijn eigen beroep op te houden. Maar je kunt inderdaad ook de ondernemende journalisten ook veel meer misschien op redactie zelf. Kun je natuurlijk inderdaad nadenken over wat wil ons publiek en hoe kunnen we dat doen en waar zitten mogelijkheden. Dus het zijn altijd een beetje, mensen schrikken altijd ontzettend van dit soort termen. Maar ik denk dat het inderdaad heel goed is ook om in dat opzicht de ramen een beetje open te zetten. En anders een beetje vrij te gaan denken over wat de mogelijkheden zijn. En er eventjes een stekel voor de mensen hier die denken dat ik alleen maar mailman aan het checken ben tijdens zo'n uitzending. En er was even wat te doen, dat is het voordeel van dat iedereen mee kan praten. Dat mensen ook kunnen zeggen dat thuis het geluid niet helemaal goed is. Inmiddels is het geluid weer helemaal goed, dus die zorg is, verholpen. Dat moet ook allemaal eventjes tussen de uitzending doorgebruiken. Jeroen Mirk, voor jou, los van het risico op staatsmedia, Bart, maak je het onafhankelijke media lastiger. Media zoeken unieke verhalen, geen recycling. Jij zegt als je die journalist hebt waarvan iedereen kan aftappen in die gemeente, ja. Dat is wat mensen helemaal niet willen. Ze willen eigen verhalen. Ja, nee, maar die eigen verhalen moeten er ook komen. Kijk, je zou die aftaporganisatie zou je moeten zien als een soort van basis. Die ervoor zorgt dat de informatie over zaken die echt van belang zijn, die je niet mag missen, dat goed verzorgd is. Maar daarbovenop, als je een journalistiek bedrijf wilt runnen in zo'n stad of in zo'n gemeente of in zo'n regio, dan zul je je eigen keuzes moeten maken die vervolgens weer commercieel zo interessant zijn dat mensen het gaan kopen. Dus dat ontslaat niemand van de plicht om nog ondernemend te blijven. Het is alleen zo dat je het ene kunt doen en het andere niet laten. Dus dat je een gezonde exploitatie moet runnen. Inclusief dus de leuke dingen die het verkoopbaar maken. Maar vervolgens wel een soort van basis hebt, een fundament, waardoor jouw publiek in ieder geval voldoende informatie krijgt in de regio. Of langs welk kanaal dan ook. Ja. Hey, kun je iets vertellen over de ervaringen van het gebruik? Want vanmiddag, ik had de vraag gesteld op Google+. En mensen zeiden, hebben jullie nog vragen voor vanavond? En een van de vragen van Alexander Pleiter was, zou je iets kunnen vertellen over het gebruik? Ja. Nou ja, we gaan nu een beetje richting 1000 mensen met een account. En doen allerlei dingen. Sommigen doen helemaal niks. Maar een hele grote groep gaat wel aan de slag.
lang niet al die metamaps worden gepubliceerd. Maar wat we vooral hebben, en dat zei ik straks geloof ik al even, is dat we heel veel feedback van die mensen krijgen. En dat is ontzettend leuk. We hebben vanmiddag van, we hadden zo'n knop erop, de gruwknop. En daar konden mensen op drukken en roepen dat er iets niet goed was of wat wel. We hebben echt heel intensief telkens contact gehouden met mensen die bezig waren. En contact per mail en dergelijke. En ontzettend veel met mensen gepraat en al die feedback de hele tijd verzameld. En dat is heel belangrijk, want daardoor ga je leren inderdaad van waar mensen mee omgaan. Want je ziet, kijk, je hebt wel een idee, maar de tool zoals die nu is, loopt natuurlijk tegen een aantal dingen aan. Dus redacties zijn er blij mee. Die zien bijvoorbeeld dat er hele mooie bezoektijd op zit. Als je een goede mattermap hebt over een onderwerp wat mensen echt interesseert, dan kun je dus zien, dat zien zij ook, dat relatief goed bekeken wordt als we dat vergelijken met andere content die ze plaatsen. Ik heb één feature request. Ik vind dat de pijl de verkeerde kant op staat. Dat heb jij eens gefeedback, dat herinner ik me ook nog. Ja, ik zag het vandaag weer en ik dacht, dat klopt niet, want hij begint in het midden. En die pijl die moet naar buiten en al die pijlen staan naar binnen. Maar goed, kijk het thuis even vanavond. Laat het weten, want dat willen we ook heel graag. Als er meer mensen zijn die vinden dat de pijl verkeerd staat, dan gaat het om. Ja, helpen. Het is een belofte. Het is een belofte. We gaan dat organiseren op Twitter, een actie om de pijlen om te draaien bij Mattermap. Draai de pijl om. Nog wel een hele relevante vraag van Linda Duits. Die zegt, kunnen onbetaalde bloggers met politieke betrokkenheid niet ook goed verslag doen van de lokale politiek? Moet dat betaald? Nee, dat moet. Tenminste, ik weet niet. Wil jij dat? Nee, waarom zou dat moeten? Nee. Nee, maar omdat het jouw suggestie is om per 25.000 inwoners... Betaald is een soort van garantie. Kijk, voor mij zit er geen kwalitatief verschil per definitie tussen betaald en niet betaald. Maar voor een goede journalistiek heb je wel tijd nodig. Dus zeg maar, als je geen andere inkomstenbron hebt of geen grote erfenis, dan moet je ergens je geld vandaan halen. Dus, dus echte full-forced journalistiek, het kan bijna niet anders dan dat er ergens een betaling plaatsvindt. Nogmaals, of je moet ergens anders heel veel tijd vandaan halen. Maar er is geen inhoudelijk vastliggend verschil tussen niet betaald en wel betaald. Je hebt geweldige bloggers die mij elke dag weer enorm informeren. Die zeker niet allemaal betaald krijgen. Ja. Ik vind misschien nog wel een vraag aan jou daarover. Want Dichtbij vind ik zelf, ik ben een grote fan van Dichtbij.nl. Waar burgers dus mee kunnen schrijven. En waar ook eigenlijk heel veel ruimte voor is. Hè, mits ze geen rare dingen. En dat valt heel erg mee, dat rare. Ja, precies. Dat is al heel erg leuk. Dat er eigenlijk heel erg meevalt. Maar hoe verhoudt is dat tot je andere ideeën over dat er steun zou moeten zijn? Hoe zie je dat naast elkaar? Dit is een andere categorie. Kijk, zeker op lokaal niveau is er heel veel informatie die gedeeld kan worden. Die niet vanuit professionele hoek hoeft te komen. Maar je ziet wel heel, heel duidelijk een verschil. Je hebt natuurlijk ook bij ons een paar mensen die goed kunnen schrijven. Maar de meerderheid kan dat niet. Dus die moeten echt geholpen worden. In ideale zin blijf ik roepen. En we komen er heel af en toe komen we eraan. Maar in ideale zin is het echt een symbiose tussen die amateur. Die bewoner van een wijk die iets te melden heeft. En de wat wij dan community managers noemen. De redacteuren die bij ons zitten. En die samen optrekken in het vervolmaken van een verhaal. En dat zie je op sommige punten zie je dat heel mooi. In Woerden hebben we een paar prachtige voorbeelden ervan gezien. Maar sommige andere regio's ook. Maar dat is wel nog steeds een ideaal plaatje. Het is zeker niet zo dat je het kunt overlaten aan de meeschrijvers, zoals we het noemen. Ik denk dat ook een van de dingen is die we bijvoorbeeld uit het Scoops-avontuur hebben geleerd. We niet, maar we als sector dat geleerd hebben. Het is niet voldoende om de poort open te zetten en dat iedereen maar gewoon kan dumpen. Dan moet er echt iets achter zitten. Voor wie het niet weet, Scoops was een videosite waar mensen ook op een gegeven moment zelfs betaald kregen om met camera's op pad te gaan. Met het idee dat daar dan allerlei scoops op zouden komen van... Filmpjes van verkeersongelukken en andere soorten dingen. En die kwamen er ook wel, maar die verdronken ergens in een pool van heel veel content. En dat zie je nog. Maar daarom is die professional echt nog nodig. En die journalist is echt speelt nog steeds een rol. Hoor. Het is niet zo dat iedereen journalist is. Dat is niet juist. En ook niet dat iedereen het wil worden. Dat was het grootste misverstand van Scoops volgens mij. Absoluut, dat is ook een heel groot misverstand. En ook bij onze meeschrijvers, die hebben totaal geen ambitie. Die hebben wel ambitie om hun informatie kwijt te raken. Ja. Die willen hun informatie delen en willen daar ook een soort podium mee komen. Maar je hoeft ze geen journalist te noemen. Nee.
Hey, nog één ding wat ik eigenlijk zelf toch even graag kwijt wil. Want ik een beetje dreigt onder te sneeuwen. Maar wat volgens mij jij ook wel in je verhaal zegt. Want voor mij is het eigenlijk zeg maar, de mooiste tijd die je maar kan wensen. Als je verhalen wil vertellen, verhalen te vertellen hebt. Hey, wij zitten nu hier, wij komen allebei bij de publieke omroep vandaan. We weten wat een studio nog maar 10 jaar geleden kostte. En we zitten hier nu in een goede kwaliteit. Het geluid kan af en toe wat beter. Maar ja, goed, moeten jullie allemaal maar Fast Moving Member worden. Kan via de site overigens, 10 per maand. dan kunnen we dat soort dingen ook allemaal nog een beetje aftikken. Ja, maar het is de mooiste tijd die er is als je verhalen te vertellen hebt. Het kan eenvoudiger dan ooit. Met je iPhone kun je op pad. En of dat nou journalistiek is of niet, nou ja, dat is dan weer eventjes een ander verhaal. Maar ik zou zeggen, iedereen die verhalen kan vertellen, doe het alsjeblieft. Ja, nog eentje Stekel? Amen. Ik heb nog één vraag aan jou. Maar dat is meer omdat het me intrigeert. Twee journalisten die op een gegeven moment besluiten om eigenlijk hardcore technologie, want dat zijn jullie gaan doen. Je bent een tool gaan ontwikkelen. Ja. Hoe kom je daarbij? Waar komt die fascinatie vandaan? Die begon toch bij de behoefte om iets te doen met een debat in kaart brengen. En we gingen met die argumentatie aan de slag. En zo wist er ook wel veel van af. En op een gegeven moment hadden we allerlei dingen bedacht. En toen gingen we zelf wat knutselen en plakken en copy-pasten. En toen dachten we, dit werkt niet. Kun je programmeren? Nee, helemaal niet. Joh. Dus met copy-pasten in Word. En we hadden nog een programmaatje SmartDraw. Ja. En daar kwamen we er weer helemaal gek van. Dus toen dachten we, het moet gebouwd. En toen dachten we, ja, maar dan kunnen we niet zelf. Dus dan moet er een bouwer komen. En toen voelden we ons ook wel heel erg twee vrouwen, hoor, die langs de garage gingen. Want elke bouwer waar we kwamen, die had een heel ander verhaal over wat heel moeilijk was en wat hij net voor ons kon doen. En elke keer waren we echt helemaal van een stuk. Dus we waren inderdaad heel erg verdwaald in de verkeerde wereld. Er gebeuren heel veel leuke dingen in zo'n proces. Maar een van de echt hele goede dingen die is gebeurd is dat we op een goed moment bij Kees van Mauri kwamen. Internetondernemer. En op dat moment even helemaal andere dingen aan het doen. En die behoefde even helemaal niks van ons. En die zei ook alleen maar nou het verhaal. En zei die, nou ik hoor een heel groot gat in dat verhaal van jullie. Er mist nog wat. Oh, nou, dat hadden we nog niet eerder gehoord. En met hem zijn we gaan verder praten en hebben we dat gat weten te dichten. En uiteindelijk zijn we met hem ook gaan bouwen. En dat was ontzettend leuk. Maar het is dus ook heel erg belangrijk in zo'n heel proces om terecht te komen bij iemand waarvan je weet, die gaan mij gewoon echt helpen. En die snapt wat wij willen, want bij ons houdt het op een gegeven moment. We kunnen er alleen maar over praten, zoals goede journalisten betaan. Ja, goed. Voor herhaling vatbaar. Gaan jullie nog een keer zoiets doen? Jeetje, al die uren, die 100. Hé, maar hallo, we willen door met deze. Hè? Dus okay. Nog een keer. Maar ik ben altijd heel optimistisch. Dus ik ben bang dat ik er dan weer aan zou beginnen. Ja. Nou goed, dus als iedereen eventjes mij van steun wil voorzien door te zeggen de pijlen moeten de andere kant op, dan is mijn doel van deze avond weer bereikt. Even twee dingen nog, voor wie nu aanwezig is, jullie mogen nog steeds niet opstaan, want we doen zometeen nog een mooi programma erachteraan. Voor wie live kijkt, blijf dus ook kijken. Belangrijk stukje voor wie hier in de zaal is, deze boeken moeten natuurlijk ook verkocht worden, dat kan straks met een handtekening van de schrijver achterin, na afloop. Nou, Bart wilde nog even iets met een... Ja, eentje. Ik wil toch het allereerste exemplaar, we hebben er een paar gebruikt al, maar deze hebben we even achtergehouden. Dit was de eerste namelijk. Wil ik aanbieden aan iemand die dat volgens mij verdient. Dat is degene die mij behoed heeft de afgelopen maanden voor alle blunders die hierin hadden kunnen staan. Niet alleen taaltechnisch, maar ook inhoudelijk. Er is één blunder in blijven staan en die hebben we gelukkig in de tweede editie kunnen veranderen. Het woordje Elinea. Stond als Elinia. Groot excuus, maar in deze staat hij goed. Dus Mark, ik zou willen vragen om even naar voren te komen en het eerste exemplaar officieel in ontvangst te nemen. De held van na de deadline. Hij heeft een t-shirt aan en staat op: The End is Near. Nou moet je dus eigenlijk een fotomomentje. We zijn alleen een fotograaf vergeten te regelen, maar dat doen we de volgende keer. Ik ben lang blij dat ik weer weg ben. Prachtig einde. Ontzettend bedankt. Dit komt allemaal on demand. Voor wie nu on demand kijkt, je weet, je kunt nog een stuk of 200 uitzendingen van topnames bekijken. Want je hebt ze vast nog niet allemaal gezien. Er gaan er heel veel van over media, maar ook heel veel over andere zaken. Dus duik de archieven in en voor wie nu live kijkt, blijf kijken. Dag. Woo!
Ah, dat moeten we beter ook nog even voorbespreken. Ja, het slot moeten we ook beter voorbespreken. Ja. Hey, hartstikke goed. Even kijken, dan krijgen we nu twee nieuwe gasten. Jullie ontzettend bedankt allebei. We treffen jullie zo direct weer elders in de ruimte. En voor wie thuis is blijven kijken, hartstikke bedankt dat jullie mij tijdens de uitzending willen laten weten dat het geluid niet goed is. Ik word er altijd een klein beetje onrustig van, maar als we het weer opgelost hebben, dan ben ik weer blij.